Vandaag doen we iets anders. We gaan namelijk raden welke voetballers we te zien krijgen. En nu denken jullie, Joram, dat is toch niet zo moeilijk als je bijvoorbeeld Messi ziet. Weet je dat dat Messi is? Nee, het wordt iets moeilijker gemaakt. Want je ziet delen van een gezicht. Je ziet één heel gezicht, maar in drie delen. En elk deel is een iemand anders. En we moeten alle drie de spelers raden. En we gaan kijken hoeveel we er goed gaan hebben. En dan doe ik een wedstrijdje tegen jullie. Jullie gaan kijken hoeveel goed jullie hebben. En ik ga kijken hoeveel goed ik heb. En aan het eind van de video moeten jullie achterlaten in de comments of jullie meer dan mij goed hebben. Ik ben erg benieuwd, maar we gaan erachter komen. Als jullie er trouwens zin in hebben, doe dat duimpje omhoog. 1000 of 2000 likes. Ze super vet zijn. En vergeet natuurlijk niet te abonneren en op dat belletje te drukken. Blijf je op de hoogte van al mijn video's. Maar we kunnen wel beginnen. Total Voetbal Quiz, die maakt dus deze video's. Dus dikke shout-out aan jullie trouwens. Oh, we moeten snel raden. 4 seconden. Dit is Umtiti. Ansu Fati misschien? Oh, en Dembele was die bovenste. Daar was ik te laat mee. Ansu Fati en Umtiti ook. Ja, maar ik heb ze niet alle drie goed. Ik weet het goed gemaakt. Je krijgt pas een punt als je ze alle drie goed hebt. Bovenste Pavard, dat denk ik vanwege die krulletjes. Die middelste is Davies. Die onderste, geen idee. Ah, nee, daar ga ik niet achter komen. Oké, ik tel pas 1 punt als we ze alle drie goed hebben. Pavard had ik goed. Davies had ik goed, of Davies. En, oh, Goretzka was het. Ja, die had ik dus niet goed. En op die manier gaan we het dus elke keer doen. Middelste Di Maria. Bovenste Marquinhos. Onderste Neymar. Zou dat Neymar zijn? Ik hoop het, als ik in ieder geval de bovenste weer goed heb. De onderste weet ik niet zeker. Volgens mij Marquinhos en Di Maria is sowieso goed. Trouwens, ja, Marquinhos goed. Deze video komt al wel van een half jaar geleden. Dus de recente transfers, zoals Di Maria, speelt er niet meer. Speelt bij Juventus. Die zijn nog niet plaatsgevonden. Oké, die bovenste is James. Die middelste, oh, die onderste is Zuma, volgens mij. Die middelste Alonso, als het goed is. Oké, ik hoop dat ik het goed heb. Ik hoop dat ik het goed heb. Dan heb ik mijn eigen, in mijn eerste punt. Die eerste James, 100%. Inderdaad. De volgende, Alonso, die had ik ook goed. Zuma, jammer. Let's go. 1 punt voor Joram. Dus dan ben ik benieuwd of jullie mij erin gaan halen. Deze ga ik sowieso niet halen. Juventus is dit allemaal. Die bovenste, oh, Rabiot. Of ik weet niet precies hoe je dat uitspreekt. Rabiot, ik denk het. Die middelste, ik weet het niet, man. Ik weet het niet. Zometeen als ik het zie, dan mijn drie. Ja, die eerste had ik dus goed. Sandro, oh jongen. En die andere, oh, dit was wel een beetje ernstig dat ik deze niet goed had. Oké, dit moet ik goed hebben, Liverpool. Salah, de middelste. Onderste Thiago, bovenste Henderson. Easy game. Easy game. We gaan voor de tweede punt. Ja, als dit niet goed is, dan weet ik het ook niet meer. Thiago onderste, middelste Salah, bovenste Henderson. Henderson, ja, sowieso goed. Salah, dat kan niet missen. Dat moet hem zijn. En onderste inderdaad Thiago. Oké, ik heb nu 2 punten. Eigenlijk moet ik het ergens noteren. Maar we zijn ondertussen alweer door naar de volgende. Bovenste Lucas Vazquez. Onderste, ja, dat zou je denken, Ramos aan het baardje. Maar die voetbalt daar niet. Maar misschien toen de quiz er was wel. En die middelste, bro, ik herken hem gewoon niet. Ja, Lucas, die eerste, die middelste, ik wist hem. Varane. Ja, maar die speelt natuurlijk. En die onderste was inderdaad Ramos. Oké, het is dus wel een iets verouderde quiz. Daar moeten jullie rekening mee houden. Dus dit zijn niet recente. Onderste Martial, middelste Pogba, bovenste Maguire. Ja, oké, deze weet ik wel. Maar bijvoorbeeld Pogba en Martial volgens mij ook niet. Die spelen er niet meer. En Harry Maguire staat natuurlijk niet op de bank. Maar ga ik nu punt nummer 3 krijgen? Maguire, die is goed. Pogba is ook goed. En Martial is ook goed. Easy, jongen. Oké, de volgende. City. Oké, dit wordt een lastige. Die bovenste is Mahrez. Die middelste. Bro, en die onderste. Ik zie het niet. Ik zie het niet. Ik zie het niet. Oh, hoe kan dit, jongen? Hoe kan ik het niet zien? Ja, bro, Mahrez is sowieso. Ah, ik ga dit niet meer redden binnen de tijd. Stones, Aldondes en Fernandinho. Oh, Fernandinho had ik wel echt moeten weten. Oké, de volgende. Atletico. Casemiro, de onderste. De bovenste. Zou dat koken zijn? Dat zou wel koken kunnen zijn. Deze ga ik ook niet hebben. Deze ga ik. Oh, Trippier was dat. Dat was geen koken. Lorente was die middelste. Casemiro had ik wel goed. Oh nee, Casemiro. Carrasco, ik zeg het helemaal verkeerd. Jongen, jongen. Oké, het moet nu wel wat beter. Onderste, Kroos. Bovenste, Rakitic. Die middelste, ik herken hem wel, maar hij komt niet op zijn naam. Roberto. Is dit Roberto? Dat zou wel kunnen. Dus, ja, ik denk dat dat het is. Rakitic, die heb ik wel goed. Ja?
Is dit Roberto? Ja, Sergio Roberto. Nice. En Kroos. Nou, er staat Kroos. Het is Kroos. Dit is punt nummer 4 als ik het goed heb bijgehouden voor mij. Juventus. Ja, dat is Ronaldo. Ondertussen bij United natuurlijk. Middelste en bovenste. Wie is de bovenste? En de middelste. Donders. Hoezo? Nee, ik kom er niet op. Ik weet het niet, man. Ik weet het niet. Nee, ik kom er niet op. Ja, Ronaldo was overduidelijk. Draxler was het. Oh, en Kane. Oh, Kane had ik wel moeten weten. Dat was wel een beetje slecht. Maar ja, ik had ze anders alle drie nog steeds niet goed gehad. Bovenste Eriksen, dat zie je meteen. Onderste, Richards is hij volgens mij. En die middelste... Ah, daar kom ik niet op. Ik kom de hele tijd tot 2 en dan die laatste, die weet ik niet. Jullie kunnen nu echt veel punten op me inhalen, jongen. Dat is niet normaal. Eriksen, die wist ik wel... jongen, voor alle Belgen, sorry. Oh, dat was Rodriguez trouwens, die onderste had ik fout. Aubameyang, de onderste. De middelste. Ah, jongen, dit is echt ernstig. Dat is die spits van Atalanta. Ja, en maar die bovenste weet ik ook niet. Ja, waarschijnlijk als ik ze zo zie, dan weet ik ze, maar ik weet ze nu niet. Nee, dit had ik niet geraden. Zapata, dat was die spits natuurlijk, Aubameyang. Oké, helaas pindakaas. Oké. Ibrahimovic, de onderste. De middelste Messi. De bovenste. Llorente. Ja, ik weet niet. Of zo dat... Die Alonso. Nee. Die heeft de andere kant. Ik ben... Oh nee, Harvard. Messi, Ibra wel goed. Maar het telt alweer niet. Ik heb de hele tijd 2 goed. Dat is vet frustrerend. Deze ga ik goed hebben. Haaland. Die bovenste is Haaland. Toen had hij nog een oud kapsel. Die onderste, dat is natuurlijk Firmino. En die middelste, wie is die middelste? Dan moet ik eigenlijk gewoon even mijn handen ervoor houden voor het scherm of zo, om dat goed te zien. Ah, shit, nee. Ja, zit die? Oh, Bernardo. Shit. Weer 2 van de 3 goed. Dit schiet echt niet op. Oké, bovenste is Neymar. Die onderste... geen idee. Nee, geen Skriniar, volgens mij, nee. En die middelste, ja, de Dyer, nee, denk het ook niet. Nee, jongen, oké, ik ga het echt niet lekker. Vardy, ja, ik dacht niet dat het Perisic, oh, deze had ik niet geraden. Vardy had ik wel eventueel kunnen raden, maar voor de rest niet. Mendy is de onderste, een Neuer is de bovenste, en de middelste, is dat Koken? Als ik nu deze 3 goed heb, dan heb ik eindelijk weer een punt erbij. Oh, dat mag dan ook wel. Kom op, ga ik deze goed hebben of niet? Neuer, die is goed. Koken. Oblak. Nee, Oblak natuurlijk. Hoe dan? Poeh, jongen. Oké, deze ga ik nu weer een keertje goed hebben. Die middenste is Pulisic. Die onderste, of die bovenste is Sancho, denk ik. Pulisic. En die onderste, Real Madrid. Ah, dit is lastig. Ik weet niet, wie heeft zo'n baantje? Sancho is inderdaad Pulisic. Ik weet niet. Hazard, Eden Hazard, natuurlijk. Oké, nou, dit moet er worden. Middenste, Ederson. Onderste, is dat Buffon? Lijkt wel een beetje op Buffon. En die bovenste, Courtois. Ik denk dat dit allemaal keepers zijn. Ja, als dit allemaal keepers zijn, dan denk ik dat ik deze eigenlijk goed heb. Courtois, Ederson en Buffon. Ja, deze moet ik goed hebben, toch? Courtois, Ederson, dat weet ik zeker. En dan hebben we Buffon. Ja! Eindelijk! We hebben weer een puntje erbij. 5 punten voor Joran. Oké, wie zijn dit? Dit is ook weer lastig. Piqué is de middelste. De onderste is... Wie zijn dit, joh? Oh nee, Cuadrado is dat de onderste. En die bovenste... Dat is... Ja, wie zou dat zijn, joh? Nee, ik weet het niet. Mata! Speelt hij daar nog? Ik heb geen idee. De onderste 2 had ik weer goed, maar het telt niet. Ja, ik moet ze alle 3 goed hebben. De middelste is Son. De onderste. Geen idee. De bovenste. Ja, dat is volgens mij zo'n jonge speler bij Liverpool. Ik ben ook zijn naam kwijt. Ja, was inderdaad zo'n jonge speler van Liverpool. Ik was niet op zijn naam gekomen. Dus had Werner ook niks meer uitgemaakt. Jongen, ik moet echt een paar goed gaan hebben. Oké, volgens mij is dit een van de laatste, denk ik. Die bovenste is Ake, die middelste is Mbappé. En die onderste Bayern München. Ja, ik kom er niet op. Nee.
Mbappé, Ake en die onderste. Ik moet alleen die onderste. Gravenberg, denk ik, nee, die speelde daar toen nog niet. Oh, dit is jammer. Ik ga hem niet halen. Alaba. Oh ja, die speelt natuurlijk nu bij Real. Het is ook een beetje mindfuck of zo. Daardoor ga je ook verkeerd denken. Dit zijn volgens mij legends. Je hebt Pirlo, Puyol. En die, ja, de middelste is Puyol. De onderste is Pirlo. De bovenste is... Ik kom al. Ik heb de hele tijd twee. De hele tijd twee. Dit is een andere. Dit was voor in de comments. Oké, nou ja, laat maar. We hebben uiteindelijk volgens mij 5 punten gehad. Laat me weten in de comments of jullie meer hebben gehad. Ik denk dat de meeste van jullie wel meer hadden. Ik had best wel een paar fouten. Ja. Oh, dit was echt best wel frustrerend. Misschien moet ik toch meer gaan opletten tijdens commentaar van voetbalwedstrijden. Ik denk dat dat het uiteindelijk het resultaat is van deze video. Maar hey, ik bedank jullie wel voor het kijken. En heb ik tot slot nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Als jij nou onmeurig hebt genoten van deze video, vergeet dan natuurlijk niet dat duimpje omhoog achter te laten. En dan ga ik even woep opzij. En dan komt hier een video te staan. Die kan je checken. En ik denk dat je die ook wel leuk vindt. Dus nou, misschien leuk om nu dan te kijken. En hier kan je op drukken en dan kan je abonneren. Dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. Maar dit was het echt. Joejoe!